PSV B2 maakt tot dusver een uitstekend seizoen door en dan komt Roda JC op bezoek. PSV koploper. Roda JC staat in het rechte rijtje en dus de ploeg uit Eindhoven de favoriet. En het maakt die rol in de beginfase waar. Konings met de bal op Banani. En PSV leidt na 18 minuten voetballen op de hertgang met 1-0. Karim Banani met de treffer. Maar veel dank gaat uit naar Joey Konings. De spits die de bal breed legt. En daardoor doelman Fabian Peters van Roda JC gepasseerd. Maar Roda laat zich zien nog voor rust. Het schot van spits Effendi. En dit is Hermans, de rechtsback, helemaal mee opgekomen. Maar hij krijgt de bal niet tussen de palen. Opnieuw Roda. Een beetje een rommelige fase in de wedstrijd. Balletje terug naar Peters. Die neemt dan wel heel veel tijd. Fabian Peters schiet de bal aan tegen Joey Konings. En zo'n makkelijke treffer zal de spits van PSV B2 nog niet veel gemaakt hebben. Hij heeft er een beetje last van, maar dat vergeet hij natuurlijk snel. Peters met een grote fout. En zo leidt PSV met 2-0. Maar dit gebeurt er vanaf de aftrap. Lange bal van Roda, die wordt door PSV niet goed verwerkt. De kans is voor Haidari. Kozjanowski zit ertussen. Lijkt die bal toch keurig tot hoekschop te verwerken. Maar scheidsrechter Masman geeft een strafschop aan Roda. En rood voor Kozjanowski. En in de herhaling zullen we zien dat dat volkomen onterecht is. Kozjanowski is eerder bij de bal. Tikt hem hoekschop. Protesten van Roda. En rood dus voor de verdediger van PSV. PSV dus met 10 man verder. De strafschop van Haidari wordt omgezet. En zo is Roda weer helemaal terug in de wedstrijd. In de tweede helft. Groeneveld. Op Sam Lammers. Lammers met de individuele actie. Gaat 2 man voorbij. Lammers met links op de doelman. En zo speelt PSV met een mannetje minder. Maar zijn de kansen in de tweede helft voor de ploeg van Christoph Albrecht. Hier een hoekschop van Groeneveld. Een variant. Robin Schoonbrood is dit. Lekker schot. 1 vuist. Fabian Peters maakte die gruwelijke blunder in de eerste helft. Maar nu toch 2 goede reddingen van die goalie van Roda JC. En de bezoekers in de aanval. Via Reemans. Die draait, die schiet. En ditmaal een goede redding van Mike van de Meulenhof. Zo is het nog altijd oppassen geblazen voor PSV. De hoekschop. Het is druk voor het doel van Meulenhof. Een ouderwetse scrimmage. Meulenhof met 2 vuisten. Bal nog altijd niet weg. Maar hier wordt PSV gered door scheidsrechter Masman. Van de Meulenhof. Lange bal. Blandt daar achter de verdediging van Roda. En dan, ja, dan ben je een spits. Joey Konings. En hij beslist de wedstrijd. Goeie lange bal van de Meulenhof. Konings loopt weg uit de rug van de verdedigers en zorgt voor de 3-1. En zo wint PSV dus van Roda JC. PSV koploper 24 uit 10. FC Utrecht volgt op 2 punten. En Feyenoord, het staat met 21 uit 9 derde.